Oh, key. De Daily challenge tijd. Ah, dat is een beer. Lekker ingezoomd. <laughs> uh, ja, dat lijkt me dus inderdaad Indonesië te zijn. Uh, een berenpark misschien? Gaat dit, eh, hoe heet het? Uh... Gaat dit, eh, zijn wat, eh, hoe heet het? Ik weet niet of ik het net iets beter voel, of nee. kan kijken of ik iets kan ontcijferen aan deze, maar niet echt. Petramine. Nee. Dit is weer zo'n geval van. Oh, sorry. Als je het weet, dan weet je het. Als je het niet weet, dan. Uh, zal het waarschijnlijk een hele grote uitdaging zijn. <style music> Overigens, mocht ik er nog aan twijfelen dat dit. Uh... Inderdaad, dat is Indonesië. Sorry, ik ben aan het kijken en ik probeer tegelijkertijd te praten. Soms dan lukt het niet heel erg goed. Uh, ik heb echt. Het zou me niks bepalen als het gewoon op een ander eilandje is, zeg maar. Gewoon op een kleiner eilandje. Of misschien wel gewoon op Java. Uh, wat ik zeg, er staan overal dingen. Dus als ik het niet vind, dan is het echt 100% mijn schuld toch. Want, want dit is echt een geval van. Nou ja. gewoon het niet herkennen van. Regio's en taal en Ja, dat stond op een van die woorden. Uh, okay. um, is het Duitsland? Is het Duitsland? Um. Dan gaat de vraag zijn: waar in Duitsland zijn we? Een stad sowieso, geen klein stadje. Lijkt het. Ik denk ook, als jij weet waar, want volgens mij zal een van die twee personen waarop ingezoomd is, zal waarschijnlijk de persoon zijn die. Uh, Heet het? Die uh, deze uh, dingen gekaliseerd ge, de, ge... Worden! En ik zou dit moeten kunnen vinden, normaal gezegd, want ik heb gisteren toevallig een de dingen gedaan. Ja, dus dat zal hier ergens zijn. Um, 3, 44, 52. Als ik naar nou die, dat is 52, Hier is 44. Als ik nou 5, Als ik die 3 nou terugvind, dit is 3. Ik hoop dat het hier zal zijn in ratingen. Want dat, dat ligt, ja, hier ligt de 3, hier ligt de 44, hier ligt de 52. Alleen de, ah, en daar ligt de 52,4. Is dit de 44? Nee, dat is de 52. Dus het, het zal waarschijnlijk of hier of daar zijn. Kijk, ik gok dat een van deze twee dat, dat, uh, de persoon is die de gecureerde challenge gemaakt heeft. Baanstrasse. Maar ik heb gisteren de, de, de Explorer Mode van uh, Duitsland op uh, volle, volle bak gekregen. Op 25.000. En Luxemburg had ik inderdaad nog niet gedaan, dus die ga ik misschien ook nog uh, wel doen. Ja, zie je? Hey. Weer een beer. Oh, en dit zijn volgens mij een echt... Zijn dit... Ik denk dat dit echte beren zijn. Zullen we eens even kijken. Of de echte... Ja, dit zijn echte beren. Dit, dit zijn zeer zeker echte beren. Oh no Run. Uh, ik herken alleen de beersoort niet, want dat zou me waarschijnlijk heel erg helpen. Ik, ik, buiten het feit dat ik kan zien dat er beren zijn. Ik heb <laughs> ik zie blauw. Dus so het zou suggereren dat het sowieso in Europa is. Um, ik heb geen idee wat de beren in Europa zitten hier. Uh, Geel en rood. Zou so dat ook weer Duitsland kunnen zijn? Geel en rood, dat zijn er niet heel veel. Dat is Zweden, Finland. Denemarken? Normaal is dit heel duidelijk niet Denemarken hoor, maar. Uh, Griekenland. Michi de. Het klinkt bijna een beetje Italiaans, dit. Italiaans misschien, misschien uh, Roemeens? Grill and More. Oersie is volgens mij. Dit is, is niet Italië. Dat kan ik wel zeggen. Dus dan zal dit waarschijnlijk Oostenrijk of Zwitserland zijn? Dat is geen ding, dat dan zal het misschien wel een soort van zijn. Ik kan het zeggen, want Oursi is volgens mij een Italiaans voor beer. En dit, is dat, is, dat, is dat blauw of is dat geen blauw? Oh, in Roemenië. Hallo, dank je. Gaat het dan toch? Het, het lijkt mij. Oké. Okay. Oeh, goede keuze geweest om toch nog op het laatste moment te veranderen. Oh. Dat is ook weer een beertje. Dat is ook weer een echte. Ja, het is ook een echte. <laughs> ik kijk echt zo van: wat de fuck doe jij hier? Uh... Ehm. Nee. Nogmaals, ik zeg niet dat. Tot... Dat 100% de plek is waar we zijn, maar zo ziet het er wel een beetje uit, zeg maar. Het zou eventueel ook nog kan lukken. Loopt hij daar gewoon midden op de weg? Of is dat een andere auto? Ik denk dat het een andere auto is. Ik denk niet dat het, dat het beertje zo groot zichtbaar wordt. Ehm, um, ja dat bord helpt me niet met het bepalen of dit eventueel Canada is. Ik zeg, ik, ik, ik acht het niet heel, geheel onmogelijk dat... Ah, wacht even, shit, ik had moeten kijken of... Of dat daar... Uh, wat er op stond, of er miles of meters op stonden. Ofwel. Oh um. Aangezien er niet heel veel meer. Hallo beer. Daar zijn we weer. Um, ja. Ik hoop eigenlijk vooral... Ik zie dat bc staan. Dus dat slaat volgens mij naar British Columbia. Uh, wat ik zeg, ik, ik had moeten checken of er op die dingen meters of. Kitwanga. Terrace Smithers. Even kijken. Uh, daar. Hey, ik ben blij dat ik het Ik ben blij dat ik besloten heb om terug te gaan. En anders dan had ik het waarschijnlijk nooit. Ver... Ik heb sowieso een heel slecht idee hoe ik moet inschatten, maar. Oké. Okay. Dus dat maakt op zich helemaal niet uit. Nog één beer? Maar dit is dan niet een echte beer, maar dat is niet heel erg. Heel veel beren gezien. Uh, dit gaat wel de Verenigde Staten zijn. Washington zou. Staat Washington suggereren. Ik probeer maar een idee te, te vormen in mijn hoofd, zeg maar, hè. <laughs> Soms niet echt uh, heel super easy, maar. Je, je zou kunnen bedenken dat dit eventueel inderdaad dan Washington in de VS is. Wat zegt dit dan weer voor Montana Bank? Maar we weten dat dat niet altijd de zekerheid is, maar aan de andere kant is ook niet hoe... Ik heb geen idee hoe dicht bebosd uh, Montana is. Excuse. Dus ik, ik durf ook niet te zeggen of dit eh uh, Montana of Washington gaat zijn. Ik, ik mijn mijn gedachte Oké. Okay. City of Eagles. Uh, um. Ja, wat ik zeg, ik kan wel naar twee zoeken, maar als ik niet weet of dit Montana of uh, Washington is, dan kan ik blijven zoeken tot ik een ondersweeg, want ja, dan kan ik makkelijk in de verkeerde staat lopen zoeken. Zoveel Eagles. Uh, Oké. Okay. Dit lijkt me toch... Toch? Ik, ik ben niet gek, hè. Dit is toch de vorm van... Dus het is Montana, inderdaad. Er zit geen... Uh... Ik had gehoopt dat ik misschien nog een naam zou vinden. Misschien dat ik daarop zat. Uh. Mountain West. Nee, het staat niet op. Of dit. Of het stadje. Nee. Het stadje heet Libby, schijnbaar. Nee, ik ben blij dat ik hem uiteindelijk nog naar Montana geplaatst heb. Het was eigenlijk niet eens een hele slechte ronde. Als ik in Indonesië op zijn plek had gezeten, dan was het gewoon goed geweest. Dat was ook een hele leuke challenge, maar dat zijn meestal die curated challenges. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Morgen is er weer een dag en een daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.